Noem best een deugend. Ja. Maar goed, ik wou eens even weten wie dat ging in die trouwen. En ja, we zitten nog altijd in de oorlog. Dat vliegtuig is ondertussen ook al afgevallen. Hè. En dan had je toen ook in de gaten op een gegeven moment dat de Pruisen het slecht ging. Ja. Tot die gingen verliezen. En dan werd ze trouwens, ze doen hier van dat, dat neerkomt, dat vliegtuig. Hè. Maar hier daar weg en dan, dat stond in brand en dat van Jolie. Mm-hmm. Dat stond in brand toen. En ik had er nu de al veel over van wie het ging met de oorlog. Verzoten ook, vergingen wie de Pruisen terugtrekken waren. Toen ging voor een paar dagen bij Vonk in de kelder. Hè. En door hier bij Willems, hij had het toen ook gebrand, geloof ik. Ja. En dan wordt toch echt van granaten nodig of zo. Mm. En dan hoor maar even van de Vonk en bijen. Hè. En onze vader voor de lui die bang zijn. Dan zet het vuurske de best. Tegen je opie. Moest, kon ze niet dat indenken. Ja, en dan stond dan een jong van de, misschien van 17, 18 jaar soldaat onder de poren en zag het vunkske. Ga maar even, pak de bullen. En dan hoorde je verkoopt en zag ze, dat is er duidelijk het versteed. Hè. Maar ja, de Pruisen worden nou aarmelds toch. Dus ze druk zoals ze drukken na. Maar wie de oorlog afgelopen hoor, ondertussen wie van kinderheid gaat? En ze even kijken, ja. Servië is in 49 geboren. De, en Paul? Paul in 53. Oh, dus die zijn later gekomen. En ja, maar, toen is, dus zijn de Amerikanen gekomen. Hè. Dat en, weet je natuurlijk ook. Ja, en de hebben er vier van bij ons in de kamer op de grond gelegen. Doe door geven geweerd. Mm-hmm. En die brachten dan een week met van het vliegveld. En ze gaat of, en dan moesten ze doen naar de rennen. Hè. Die hadden eigenlijk fiasco gaan vieren bij hem trien. En dan lag de sneeuw zo weg. En dan kregen ze een bericht dat de Pruis waren ingevallen in haar rennen. En dan ging toen niet mijn gommer in de oeuvre of zeg ik het verkeerd. Ja, nee, dat klopt, ja. Ja. En de koste die arm jongens koste dan hier in plaats van een vers houden. Mm-hmm. Ja, jong. Ja, dat, is, dat zijn spannende tijden geweest, hè. Ja, wat denk je? En Huub, die heeft toen ook nog gehad... Ach ja, Huub stond op dat er gedeemd hadden, dat hadden we niet. Mm-hmm. En dan moesten ze aan vliegvelders hebben die dat de wacht gingen, we weet ik waarom. En daar kreeg hij dat brief van. Dus hij vond het alleen al leuk dat er een half jaar het koel was. Dus hij is gegaan met hij van zijn leven in een ding in zijn hand gehad, een geweer. Dus hij kost niks van geweer. Hè. Maar ja, dan ging er de heer, en de van ons die woonde op de stasje weg. En ze zei, wat heeft dat nu toch altijd in zijn tas? Weet ze al in de tas vuren te vinden. Wat? Dan houden we de snapster verdiend dat we op de koel met werken. Zondes. En... Dat ruilde hij dan op het vliegveld voor boterham. En ja, nou komen we nog eens een keer van die zwarte komen dan bij ons. Ik mocht dat misschien niet zeggen, zwart. Ja, donkerlui of neger, ja. Ja, dat werd opgenoemd, ja. Ja. Ja, en dan komen die dan, die willen dan Huub voor een flesje een halve kilo boter geven. Hè. En dat deed Huub, dan moest ze denken, dat was niks Engels, hij moest met gebaren, met gebaren gewoon. En dan zei de moeder ineens... Maak dat die zwarte kerels te kooien, komen ze op. Was er bang voor? Ja, jij hebt nog nooit donkerlui gezin, hè? Nee, nee. De eerste die ik gezien heb, dat kwam met... Er waren een klein kind. Dat kwam met pindas langs de deur. En daar hebben we nog zijn liefje van gekocht, met de klukske. Dat heb ik nog. Mm-hmm. Dan word ik toch klein. Ja. John, en dan kun je nooit een oorlog over het gauw... Dat weet vanzelf al veel van, hè? Dan kun je die jaartse televisie, hè? Het allereerste de radio, hè. Ja. En dan kwam Gina de Schwal. Maar dan zit ze voor de oorlog met de radio, hè. Nee. Want ik zei, ja. Ja. Ja, dan word ik nog klein. Ja, dan zat ik in de klas. Ja. Klein. Op de 12e, de 6e klas had ik toen. Ja. En de ogen werden ze hier bij Antje van Polissen. Waar ze naar Minsk kallen en de venster was open. Verkoest te kijken. En dan zag ze niet. Dat was de radio. Dat was de radio. En de televisie? En de televisie, dat was bij Truven Collars van Katzen.
Dan ging Huub dan kijken naar het voetballen. Dat kost er ook zin om te doen. En doe de maanlanding. Hè. En wie vertelde hij dat dan ook? Nee. Je koos ik dat niet in, denk ik, dat dat nu op de televisie hoort. Ja, vond dat geweldig. Hè. Ja. Vond ik geweldig. Maar je koos ik dat niet voorstellen? Nee. Nee. En hoe later doe hij terug op de televisie kregen. En dan ging je altijd met de kinderen naar meers. Hmm. En toen doe je later een vrouw en kreeg. Wie had het dat mooi, weet ik niet. En zo heb je toch, ja, Huub is altijd op de koel geweest, hè? En, 33 jaar. En met een ongeluk op de weg is er een verliefd worden, hè? Ja, dat weet ik niet. Met een student. Vertel dat eens. Is geweest. Het eerste ongeluk heb ik gehad. We worden 33 jaar. Ik breng een verwachting van Bob. Heb ik hem dan moeten kennis geleden. Hebben ze binnen gemaakt. Tijd zolang en ze geen verwachting waren, ben ik niks weerd geweest. Kreeg twee keer per week een spuit. Voor wat weet ik niet. Ik vond heel niks meer. En ja, ik word krank. Hè. Maar de zusters die mij verzorgen met doen, is in nou naar nog komen kijken. Omdat ik geen verwachting voor wie dat wordt gegaan met dat kindje. Maar wat was dat ongeluk geweest dan? Toen kwam ik, was er nou de berg gegaan. Want het was de herdenking van Jan Sangrenaas, van Jan van Brie, op de kerk. Martens? Nee. Nee, van Aas? Dat ik er niet, hè. Nee. Maar er wordt toch de herdenking van, en dan wordt dan ook bloem gegooid of ze gaan. Is zijn Riek van Oos op de markt. En Riek komt nog, die gaat dan mee eens, en dan komt het ziekenwagen tegen er nog heen. Nou, ik had er gekoud. Op de markt. Met Riek. Ja. En Riek ging dan even, en toen zou ze de ziek waren. Nou, heeft dat ongeluk gekregen. En wat is dat ongeluk nu geweest dan? In de hei. Daar worden ze de wegen maken. En dat waren 2 minuten dat afgemaakt is. Hier zijn ze aan doen. En dan ben ik ga Servi achter op de brommer zitten. Ik ga de brommer nu op de fiets. En toen ben ik over de kop gegaan. Want 3 van ons die moesten even plassen. Daar werd 2 kinderen in. En dat wordt met de fiets met u. Dus ik wacht even op hem. En ja, wie er doet terugkomt. Wie komt de laag dan daar. De lieve de koel, die hebben we toen gevonden. We moesten ze nog werken, hè. Zaterdags. Ja. Ja. En ja, de moeder dan overal voor gelegen hebben. Ik heb toen een schedelbasis gehad. En er kwam dan, ja, ze kwam geen dokter en later moet het er weg gekomen zijn, weet ik allemaal niet. Of ik dat bediend ben worden, weet ik ook niet. Maar ik weet wel, dat is niks waard voor. Ben al in de tijd dat ik Paul kreeg. Okay. Maar ik heb toch nog, ik word toch nog aan het wassen wie Paul dan kreeg, dan heb ik een beek van gezeten. Dan heb je toch een jaar zwaar ongeluk gehad toen, zeg ik. Dan je binnen niet meer geweest. Hij heeft erin niet gezeten. Zeg, dan hij vernoemt niet die gezeten. Nee, ik heb nog een zin gehad met u. En wat was dat? Ik kom de zaterdag op de zin gereden. Dan word ik achter op de brommer, er wordt nog niks van de helemaal goed. Dan verzamelen we op het ziekenhuis gelegen. Ik weet dat dat was in 1969. Ja. En daar heb je een been gebroken en een schedelbasis. En hier? Ik hou meer een hersenschudding. Nou, maar goed, dat is allemaal niet niks. Maar je zit nu in ieder geval, ondanks de ongelukken, zit je toch nog heel fit, hè? En wenste ook, wie ik dat eerste ongeluk heb gekregen, dat heeft zeker een paar jaar geduurd. Ik kon niet meer tillen, ik kon niet meer schrijven. En dan alles niks, maar ik heb dat ook weer allemaal zwand teruggekregen. Ja. Schrijven doen ik ook nog. Maar ja. Dat moet ik wel doen als ik opstaan, zal ik zeggen, niet als ik moe ben. Hè. Maar je zit ja, toch nog 91 ondertussen en je zit ook nog actief als, met het zwemmen. Hè. Ja, 2 keer kon ik aankomen joggen. Hè. En ik ben maar blij als ik Rikkie nog heb, hè. Want als die niet meer gaat, dan is het gedaan. Dat is ook een vaste vriendin voor te zwemmen, hè? Ja, Rikkie had altijd zwemmen, dus gegeven, hè. Al hoe lang?
Ricky? Nee, wie lang zwem je al? 40 jaar. 40 jaar? In 72, daar heb ik de diploma's van. Ja, en dat is Ricky Vermogens, staat daar. Ja, die we noemen. En die hebben ook zwemles gegeven al die tijd. Mm-hmm. Want nu zitten ze die kinderen dan. En dat zijn hun grote oproep mij nog les gegeven. Oh, leuk hè? Ja. Ja. En voor de ja, die verdient wel jong, hè, want die deed veel verdriet. Mm. En voor de rest heb je het niet slag hier. Ja, je zit wel alleen. Maar je familie toch kort bier. Ja. Ja. Je hebt nog veel contact met de kleinkinder. Oh ja, dan kunnen we nog meer contact met, dus met de grote. Mm. Ik bedoel. Ja. Dat is leuk, hè? Want wie Linder nu getrouwd is, hè? Hoeft dan, ik ben dan paard van Rosie. Ja, ja. En dan zeggen de jongeren tegen me dat er slijmt, hè? En zit er in de kerk, zit er in de kerk achter me, wie Linda getrouwd is. En dan zeiden ze, oma, Linda slijmt ook, hè? Zeg wie dat. Om het al de kleur klein aan wat ik herzien, hè? Ah. Want dat, ik wist gewoon niet wat Linda houdt. En ik zeg, oh, die stilte is het niet alleen. Heb ik gezegd tegen hem. Maar in ieder geval, ja, Jan dat woont in Nieuw-Zeeland, hè. Dat is voor John langs hier geweest, hè. Ja, wie ik 90 hoor. Ja. Maar dat is ook lang 60 jaar. Ja. En dan heb je nog Ria, die woont in Eera. Ja. Paul, dat woont hij op de Manenstraat, in ja. Nielsen. En Sarge woont in Beek, hè. Ja, maar Ria is al gepensioneerd, tenminste van haar oog. Nou, we waren leraar in geschiedenis, dat doet het geweldig dat het dat doet, denk ik. Ja. Maar hij zal het niet verstaan, denk ik. Ja. Ja. En met ze, wat veel vroeger veel bij ons moesten doen, moesten, haken, dat worden scheren doen. Hè. En strikken. Meisjes mochten niet stil zijn. Nee, en met ze, de moeder van ons, die koest goed dat handwerken. Want de juffer van de school kwam dan bij de moeder het ook leren, die koest het vrij goed. Ja, hoe vond het ze dat allemaal koos? Ik weet het niet. Ze hadden het ook van een moeten leren. Maar ja, nu de generatie van ons kent het ook allemaal. Hè. Ja. Maar goed, Jan. Noem het vroetje, je zult zeggen. Ik vond het heel interessant. Voor een smiddag te kallen. Ik heb ons weer eens veel verteld. En ik hoop dat we er nog een keer met de fanfare hier stonden. Oh, als je nee. 100 jaar alsjeblieft, alsjeblieft niet. Nee, joh, ik hoef geen onder een eind te weren. Nee. Ja, maar Arie houdt nog zijn verstand goed, Arie van ons. Dan liet Tini overal aan denken, hè. Tini denkt ze dat aan. Nee, dat hoop ik niet. Nee, maar ik hoop dat je in ieder geval... Ja, weet je, en wie noemt de kinder van Ria, hè. Die weet niet, een woont in Leiden, de andere in Amsterdam. Mm-hmm. Dus de kinder niet, ik, hè. Maar ja, ze zijn ook goed geleerd, ook. Ik heb toch veel om zo'n ding om op terug te kijken. Hè. Dat wel. Ja, voor hebben heel moeten werken ervoor. Want de mens van mij zag wie dat leren doorging. Ria van ons kon zo goed leren. Maar die kreeg geen subsidie door. Mm-hmm. Dus dat moest hulp voor de koel. En dan ging er nou zijn tijd nog plukken. We hebben er niet van niks gekregen. Mm-hmm. En als het zo is wat ze geen has. En dan had ze centen niet. Dan wordt het zo gemaakt. Dan bleef het al. Mm-hmm. Zo hoor dat. Dat is nu ganz anders dan? Nu wordt het zo gemaakt. Nee, als ze de centen in de tas komt, dan wordt het niet gehaald, hè, jong. Mm-hmm. Ja, dat is als me oeren vertellen. Doe best ja. Je is al lang moe, denk ik. Nee. Jan, dit wordt een zeer interessant gesprek. Ik weet nu weer... een stuk meer van wie de lui vroeger eigenlijk geleefd en gestraveld hebben. Ik vind het bewonderenswaardig wat er allemaal hebt gemaakt. En ik vind het ook heel knap wie je nu hier zit met 91 jaar. En ik hoop het eigenlijk zelf een beetje ook ooit zo te kunnen zitten. En ik hoop van harte dat je nog 100 werd. Zelf denk je er anders over. Maar dan kom ik kijken als ze van vaar kunnen spelen.